van jou, Duffy, had hem 1 miljoen gegeven in plaats van 2 miljoen, wat dan ook allemaal. En daarom heeft hij dit gedaan als reactie op hetgeen dat jij hem hebt opgelicht voor 1 miljoen. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Mindtopia. Vandaag in Mindtopia zijn we aangekomen in Downtown. We gaan eventjes naar de kledingwinkel toe om de spullen op te ruimen. Heb jij er ondertussen zin in? Klik natuurlijk eens even op dat duimpje omhoog. We gaan vandaag verder natuurlijk met het hele David verhaal wat natuurlijk allemaal gaande is. Want er is wat nieuws, er zijn wat ontwikkelingen en daar moet ik het toch met jullie vandaag over hebben. Mocht je zo meteen zoiets hebben van Duffy, waarom vliegt het laggen zo raar? Dat is heel raar om zo te verwoorden. Waarom lijkt het alsof je lagt tijdens vliegen op sommige momenten wat ook allemaal? Dat komt omdat er mensen online zijn in deze wereld. Ik denk dat op dit moment loot crates aan gaande zijn. En dan is vliegen met een helikopter, rijden met een auto op een motorrijden pretty fucked up, maar het gaat wel sneller dan lopen, dus we doen het alsnog. Goed, David heeft natuurlijk mijn auto gejat. Weten we nu inmiddels, want ik heb natuurlijk de video doorgelinkt gekregen, wat overigens nogmaals niet de bedoeling was. Maar goed, de kijkers hadden ook zoiets van, Duffy, we willen je helpen, wat dan ook allemaal. Nou is het zo dat ik natuurlijk niet snapte van, wat is de reden erachter dat David mijn auto zou nakken? Weet je, ik bedoel, wat heb ik hem misdaan? En dat zou zijn vanwege het geldbedrag wat ik aan David heb gegeven. Het zou gaan om 1 miljoen euro, wat ik natuurlijk uiteindelijk heb betaald voor de goudstaven. Daar zou het dus uiteindelijk om zijn gegaan, zeggen jullie de kijkers. Omdat ik had gezegd dat ik David 2 miljoen zou geven. En waarom is dit open? Geen idee. En uiteindelijk heb ik hem 1 miljoen gegeven. Terwijl we ondertussen even snel de kleding gaan opruimen. Oeh, look at that, mensen. Oh, wat een kledingvoorraad. Holy moly. Wat een kledingvoorraad. Het is toch niet te geloven dit. Wauw. Zo die er even erbij in. Die erbij in. Hey joh. Oh jee. Ik hoor voetstappen hier. Ik dacht dat ik iemand hoorde lopen hier. Oké, ik laat maar zitten. Hoppatee. Die erin. There we go. Goed, alles zit er weer in. We kunnen ondertussen dan weer door. Wij gaan terug nu naar de kabel. Wat er kan. We kunnen even langs de fabriek trouwens meteen kijken voor nieuwe levering. You never know. Maar wat ik dus wil zeggen, jullie hadden het dus over het feit van, ja, Duffy had hem 1 miljoen gegeven in plaats van 2 miljoen, wat dan ook allemaal. En daarom heeft hij dit gedaan als reactie op hetgeen dat jij hem hebt opgelicht voor 1 miljoen. Maar toen zat ik eens eventjes te bedenken, want ik was natuurlijk op het moment natuurlijk erbij dat ik David het geld heeft gegeven. En ik meen me te herinneren dat David zei, het kost ongeveer 500.000 per goudstaaf. En uiteindelijk heb ik hem dus gewoon gegeven waar hij om vroeg. Natuurlijk, ik heb gezegd van, yo, het is 2 miljoen. Maar uiteindelijk heb ik hem gewoon zijn vraagprijs gegeven. Dus, dan is de vraag, heb ik hem daadwerkelijk wel echt genaaid? Of niet? Overigens zien wij hier een parkeergarage en ik vind het toch interessant om te checken. Ja, ik check tegen voor de mensen die zich afvragen. Ja, ik check oprecht elke plek nu of er een roze auto staat of ik mijn auto ergens kan vinden, want ik wil hem graag terug. En dat ik dan de parkeergarage dit hier denk van, hey, dan moeten we toch maar even gaan checken misschien, want you never know natuurlijk wat dat betreft. Er is een enorm groot containerschip, maar ik denk niet dat die hier op staat, wat dan ook allemaal. Maar heb ik hem dan daadwerkelijk genaaid door hem 1 miljoen te geven, terwijl hij daadwerkelijk om 1 miljoen vroeg? Want kijk, ik snap ook, ik heb gezegd, inderdaad, 2 miljoen. Dat weet ik. En ik heb hem 1 miljoen gegeven. Dat weet ik. Maar de vraagprijs was ook daadwerkelijk 1 miljoen. En dat is hetgene, dat is een voor mij een gevalletje thinking emoji. Dat ik denk van, nou, wait a second. Heb ik David daadwerkelijk wel echt genaaid? Volgens mij namelijk niet. God dang it. Maar ja, aan de andere kant, kijk, ik kan wel zeggen van het is niet zo en weet ik het allemaal. Maar hij voelt het blijkbaar wel zo, want anders zou hij het niet doen, right? Dat is natuurlijk heel de conclusie. Nou, kunnen we twee dingen doen. 1. Ik kan David meer geld geven. Luister van, yo, ik moest nog 1 miljoen doen, maar ik moest dat eerst loskrijgen bij de bank of weet ik het allemaal. 2. Ik had ook, waarom, als ik bij mijn fabriek keer op keer ben, zijn die altijd mensen. Nou, dat zou ik allemaal wel. Ik heb werkelijk wel geen idee wat al die mensen altijd doen. Dit is zo fucking random. Altijd als ik bij mijn fabriek kom, zitten de mensen in mijn fabriek te rennen en te klimmen en te klauteren en te
Nou, al, ik snap oprecht helemaal. Ik kan nog even de brievenbus checken. Ik snap oprecht helemaal niks van wat hier gaande is. Maar. Oh. Zit hier nog iets in? Nee, is ook helemaal leeg. Goed. Dit is. Ik snap het niet. Ik snap niet wat je in de fabriek moet. Terwijl je overal in de stad kan zijn. Maar goed. Wat wou ik zeggen? Ik had het over. Ik kan natuurlijk naar David toe gaan en hem nog 1 miljoen extra geven. Door te zeggen van, hey bro, luister, foutje, heb jij misschien enig idee iets van met een auto, dat hij in één keer mijn auto tevoorschijn tovert? Weet je, dat is natuurlijk ook heel ongemakkelijk dan. Ik zou natuurlijk gewoon de auto kunnen zoeken en zodra ik hem heb gevonden, jatten. Van luister, het is mijn auto, dus hij hoort bij mij. Of dingetje, ja, of een ander dingetje is gewoon, ja, dat zijn eigenlijk 3 dingen dan, naar David toe gaan en letterlijk gewoon met hem het gesprek aangaan van, joh, luister, ik denk dat wij een misverstandje hebben gehad. Weet je, ik bedoel, jij vroeg om 1 miljoen, ik gaf je 1 miljoen, ik zei eigenlijk 2 miljoen, maar het was 1 miljoen en dat was ook de vraagprijs, vandaar dat 1 miljoen. Ik zat nog in mijn hoofd met de cijfers van 2 miljoen. Is er ook wel lekker iemand. En op die manier me een beetje eronder uit te lullen, om op die manier toch aan mijn auto terug te krijgen. Ik denk dat dat namelijk niet zo'n gek idee is, om gewoon een afspraak te maken met David. En dan maar gewoon zeggen van, luister, ik wou je oprecht 2 miljoen gaan geven. Ik ben gewoon even verhouden aan het oefenen, mensen. Ik zou je 2 miljoen geven, maar jij zegt in één keer 500.000. Dus in mijn hoofd zat ik nog met die 2 miljoen, terwijl ik je 1 miljoen gaf. Daarom zei ik per ongeluk 2 miljoen. En later ben ik dan maar weggegaan en dacht ik eraan. Dat zou ik wel geloven, Toby Hannes. Ik bedoel, waarom niet, toch? We weten allemaal, dit F5-gebouw is natuurlijk van David. Dat zou kunnen betekenen dat hier ergens een roze auto aanwezig kan zijn. Ik weet niet of hij hem binnen heeft staan, of dat hij hem ergens anders heeft staan, of in Malibu heeft staan, of weet ik het allemaal. Ik wil het gewoon allemaal checken. Ik wil gewoon het hele gebouw doorzoeken. Ja, hier woont hij. Plotinfo, kan ik dat van hier eigenlijk doen? Nee. Maar woont iemand bij hem op het plot? Wait, what? Hier kan ik dus helemaal nu niks. En dit is allemaal sowieso dicht. Ja, want ik ben oprecht bang, mensen, dat hij hem naar Malibu gaat brengen. Want dan heeft hij sowieso geen zorgen om niks. Want hoe ongemakkelijk is het dat ik tegen hem zeg van, goh, luister, heb jij iets met mijn auto? Ja, auto, Duffy, we zijn toch goede vrienden, wat ook allemaal, weet je. Ik heb er geen auto van je genakt. Dat hij dan denk ik zeg van, ik krijg dat ik je auto heb genakt. En vervolgens loop je gewoon in Malibu ermee rond te broezen. Ik heb dat ik die kan openen. Dat zou toch ook raar zijn wat dat betreft. We hebben hier de kamer van Maaike. Maaike, misschien als je de video kijkt, wat je niet doet. Mensen, spam allemaal deze video naar Maaike toe. Maaike, misschien moet jij eventjes je deur dicht doen. Plot. Info. Ja, Maaike, moet je deur dicht doen. Ook weer zo random dit. Ja, ik kan er ook niks aan doen, mensen. En Aethiek, die staat... Is dit gewoon open? Nou, dit is gewoon open, wat dat betreft. Maar ik denk niet dat wij hier ons ding gaan vinden wat ik daadwerkelijk zoek. Een roze auto. Maar goed, hij zou er bij net wel staan. Hè? Daarom, ik bedoel, het is Davids gebouw. You never know. Wat zit allemaal überhaupt? Dan kun je achter de bar komen. Dat is niet zo boeiend. Dit boeit me ook allemaal niet. Ik zoek een roze auto. Ergens? Iemand? Iets? Please? Maar ik kunt wel hier het dak... Ja, kijk, zie, dit is gewoon open. Dat is wel mooi. Dat is wel een nice regenboogstedje zo. Oei! Is dat, staat hier? En hier heeft hij gewoon een regenboogstedje. Hij mist alleen hier... Non-enchant het zwart. Oh, lachen. Maar ik moet me inderdaad afleiden door een beetje kleding. Want het ziet er allemaal heel erg leuk uit, maar dat is totaal niet relevant nu. Ik ben namelijk een auto kwijt van een paar ton. En dat vind ik op dit moment even meer waard dan kleding. Ja. Het probleem is dus, waar de hel is mijn auto? Wat ik trouwens ook nog steeds niet heb gecheckt, mensen, is trouwens... Hij is dus, want dat weet ik dus, doordat jullie die video allemaal hebben gelinkt. Hopelijk gaat dit goed, hopelijk wordt niet gekikt, want dan lig ik op de grond, ben ik dadelijk weer dood. Hij is dus... Dat iemand in een boom zit. Echt, wat hebben die mensen rondom mij? Ze nou wat te doen, joh. dit is hoog. Hij is dus via mijn kelder of zo, zag ik dus... Wat heeft hij dan in mijn kelder? Heeft hij dat voor de... Nee? Heeft hij wel nog meer meegenomen dan mijn auto's? Mij niet. Maar hij is dus hier langs gegaan. En dan ergens via... Hier via de zijkant. Oh ja, kijk. Daar zit het. Het cobblestone. Hij is echt gewoon letterlijk via hier is hij... Ongelooflijk. Onfucking gelooflijk.
Mensen, laat vooral achter in de rug wat jullie denken. Moet ik met David een eerlijk gesprek aangaan in dat verhaal wat ik net heb opgedragen? Jullie, moet ik dat aan David voorleggen? Van luister, mijn fout, wat ook allemaal. Maar ik ben mijn auto kwijt. Of er is ingebroken of iets. Of hebben ze iets van, geef hem alsnog die miljoen. Of moet ik gewoon blijven zoeken om de auto uiteindelijk terug te jatten. Kijk, hij heeft natuurlijk wel gewoon vernieling gedaan in mensen. Moet je niet vergeten. Hij heeft gewoon vernieling gedaan. Dus ja, laat jullie mening maar achter in de reacties. Ik ben erg benieuwd wat dat betreft. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het ook allemaal even lekker de duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom en mensen, tot de volgende keer.